Door naar de gasten van vandaag weer. Erik Bouwman en Mark van Eeuwen. Mark van Eeuwen als Goede Tijden hoofdrolspeler. Erik Bouwman als O&M hoofdrolspeler. En dat zijn toch echt concurrenten. Want ik zat dus O&M. En dan heb je dus af en toe over Goede Tijden dat je zegt... joh, die klote serie, ja, het is helemaal niks. Het is daar allemaal zo populair en zo hip. Bij ons is het allemaal echt werken. Ik ben benieuwd hoe dat leeft tussen hun onderling in de kleedkamer net... heb ik niet echt rivaliteit gevoeld. Maar ik hoop dat ik dat een beetje los kan maken. Daarentegen heeft Mark van Eeuwen een vriendinnetje, Lieke van Lexmond... waar ik ook nog wel wat vragen over heb. Want zij gaat voor de tweede keer in de Playboy staan. En wordt ze dan niet de nieuwe Tatjana... die 15 keer in de Playboy heeft gestaan? We gaan het allemaal zien. Eerst nog even een klein stukje van Erik... die ooit heeft gezongen met wat O&M-spelers. Stroom door mijn lijf. Leuke clip trouwens, zegt hij net. De rivaliteit is ver te zoeken. Jongens, Erik Bouwman en Mark van Eeuwen zitten naast mij. Heel klein applausje in de studio. Zij nemen dadelijk de leiding over de webcam-quiz die zij gaan geven. Daarmee kan je de TMF-agenda winnen en nog meer kaarten... voor de albumpresentatie van Jan Smit. Maar jongens, ik wil van jullie even weten, wat is nou beter? O&M of GTSD? O&M. Oh, jammer. Hadden we weer moeten studeren eigenlijk. Ja, dat mag toch. Nee, GTSD natuurlijk. Ja, maar ik wil toch even weten, hoe leeft dat nou tussen jullie? Die rivaliteit? Ja? Dat is nog wel duidelijk zijn, toch? Hij zat net boven de kast. Ik heb net zijn hemd gestreken. Ja, hij liep me net flikker in het fotohokje. Ja, maar nee, maar ik weet wel, want toen ik nog in O&M zat... toen hadden wij af en toe over Goede Tijden. Joh, die cijfers dalen. Nou, laat ze nog maar even een beetje dalen, hoor. Ja, tuurlijk. Maar je wil natuurlijk dat je jouw soort het heeft ook. Dat het het beste bekeken wordt. Maar rivaliteit onderling is er niet. Het is meer onderling niet echt, zeg maar. Gewoon van persoon tot persoon. Maar inderdaad, qua zo hoop je gewoon voor je dat je faalt. Dat GTSD faalt en dat hij hoopt dat de O&M faalt. Ik vond het erg leuk dat hij net op de kast zat trouwens. Ja? Ja. Nee, toch een beetje dat onderdanige weer, hè? Dat hey, wel wat even door te gaan over de rivaliteit onderling. Dus zeg maar tussen de hoofdpersonen zelf. Ja. Ik heb een webcamvraag. Kennen de castleden van O&M en GTSD elkaar ook? En ondernemen ze zelf ook wel wat? Nou ja, we van kennen elkaar Sander wel. Trouwens. Inderdaad. We hebben best vaak... het stuk wordt allebei geproduceerd door Endemol. Ja. Dus we hebben best wel vaak een feestje samen. Ik geloof binnenkort hebben we weer een etentje. Maar daar ben je... Kan wel. Ja, kan inderdaad. Wel. Daar dus, ben je niet. Huh? Nee, ik weet niks van een etentje. Nou, we hebben best vaak dingetjes samen. En natuurlijk kunnen we het gewoon... Ja, we zien elkaar natuurlijk als collega's. En we kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Je ziet elkaar sowieso altijd bij de lunch, zeg maar. Dan, dat is het moment dat we inderdaad elkaar even hallo zeggen. Ja, en, of laten struikelen. Of, dat soort dingen inderdaad. Elkaar uitlachen. Ja. Toch nog even erover doorgaan. Want zowel O&M als GTSD was vorig jaar veel in het nieuws. Jullie, nogmaals, die kijkcijfers gingen dalen. En bij jullie, tenminste bij O&M, gingen er veel mensen weg. Het viel mee, hè, met die dalende kijkcijfers. Nou, 800.000. Ja, nou, ik geloof ze één keer op 800.000 hebben gezeten. En dat en wordt dan gelijk... nog steeds ruim over een miljoen. Oké, dus jullie vinden het allemaal wel meevallen? Nou ja, ik weet niet hoeveel kijkcijfers O&M heeft. Daar gaan we het nog even niet over hebben. Doen we later. Waarschijnlijk veel meer. En bij O&M zouden er heel veel mensen weggaan. Hoe leeft dat onder jullie? Dat het misschien zou stoppen omdat er te veel mensen weg zouden gaan? Of juist de populaire mensen gaan weg? Ja, nou kijk, het is in een serie, in soap is het natuurlijk altijd wel... het is sowieso een komen en gaan. Er gaan altijd mensen weg en er komen altijd mensen bij. En dat is bij GTSD is dat net zo. Je weet dat als je meestal erin zit, dat het meestal een paar jaar... Dus er zijn natuurlijk altijd bepaalde rollen die er langer blijven. Dus ik denk dat dat heel normaal is dat er mensen weggaan. Je hebt natuurlijk ook verhalen en die stoppen.
stoppen. En verhalen moeten natuurlijk ook weer opnieuw bedacht worden. Dus je hebt natuurlijk altijd nieuwe karakters nodig. Ja, oké, okay, maar kan of je... 20 of 30 man in zo'n serie zitten. Terwijl ik wel denk dat het scheelt als je heel populair bent in zo'n serie... en je hebt niet zo'n rol waarvan ze denken dat is heel makkelijk verder te schrijven... dat ze toch extra de best doen om het verder te schrijven, toch? Jawel, maar ik bedoel, je ziet nu ook bij Goede Tijden dat er allemaal nieuwe karakters in komen. Dus dat het wel weer belangrijk is dat er een beetje vernield wordt af en toe. Want anders wordt het saai. Ja, ik denk dat de acteur altijd ondergeschikt is aan de serie. Dus ik denk dat altijd de serie is altijd degene die ook de acteur maakt. Want zeker zo'n serie als Goede Tijden of Onderweg naar Morgen. Hoeveel mensen zijn er bij Goede Tijden weggegaan? Of gaan er nog weg? Ik weet niet, ik geloof 3 of zo. En dat zijn Robin? Robin is weg inderdaad. Maar heel veel mensen kiezen er ook zelf voor. Hoor. Koert Jan heeft er zelf voor gekozen. Koert Jan is weg. Die wilde gaan presenteren. Even kijken, Wilbert. Die wil natuurlijk. Oh, Wilbert, die wilde alles ook die wilde toneel gaan doen. En hoe lang wil jij er nog in blijven? Nou, ik vind het tot nu toe nog heel erg leuk. Ik merk dat het spelen steeds beter gaat. En ik haal nog steeds heel veel uitdagingen uit eigenlijk. Oké. Okay. En dus, Erik, hoe lang wil jij er nog in blijven? Ja, ik weet het niet. Ik vind het tot nu toe gewoon allemaal nog heel erg leuk. En het fijne is dat je gewoon nog steeds dingen naast kan blijven doen. Ik zit daar momenteel ook in het theater, dus dat is ook wel heel erg stoer. Ja, dat. Daar gaan we het straks eventjes over hebben. Mark, jij hebt een vriendinnetje die hier langs is geweest. Is en dat zij zo? Had iets over jou te vertellen. Nou, ik ben benieuwd. We gaan er even naar kijken. Ah, ja, maar ook een mooie chemie tussen Mark en jou. Ook, ja. Ja, want hoe zit dat nou precies? Met Mark en mij? Ja. Nou ja, we vinden elkaar leuk. We zijn een beetje aan het daten. Maar goed, er wordt natuurlijk een heel groot ding van gemaakt. Daarom? En het moet al de liefde van mijn leven zijn, maar dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Dus we hebben het heel gezellig. Maar er is wel gewoon een gezellige klik. Ja, dat zeker. Ja, absoluut. En ook met de scène spelen is dat geen probleem. En raar, hoor. Ja, dat lijkt mij dus zo. Het is heel raar. Het is heel raar om, nou ja, zo lang met iemand te spelen en dat helemaal nooit gevoeld te hebben. Nu in één keer een soort van chemie met elkaar te hebben die ervoor niet was. Dus dat maakt het alleen maar moeilijker en gekker of zo. Ja, want je moet toch innige dingen met elkaar doen. Waar je niet... Nee, ja, dat klopt. Ja. Ik kan me daar heel goed in plaatsen. Vind je dat vervelend? Mark, was er nog helemaal geen chemie toen zij met haar vriendje... Je moet toch altijd een beetje chemie hebben natuurlijk als je met elkaar speelt. Ja. Maar we waren echt collega's. We spraken nooit af... Maar je vond elkaar wel leuk, gewoon leuk om te zien. Ja, gewoon leuke collega's. Maar het verbaast me ook dat je eigenlijk zeg maar na 2 jaar... dat je dan op een gegeven moment toch iemand anders gaat zien. Dat je toch gevoelens voor krijgt. Ja, dat begrijp ik. Oké, nou, en ze gaat voor de tweede keer in de Playboy. Wat vind jij ervan, dat iedereen haar lichaam ziet? Nou, ik heb de foto's gezien. Het zijn echt fantastische foto's. Wat zijn het voor foto's? Ja, mooie foto's, zeg maar, op de Seychelles. En ik vind zelf dat ze heel erg goed gelukt zijn. Maar wat het is wat beetje, het is een beetje meer lieke, zeg maar. Het is meer. Het is wat jonger, het is wat fris. Het ziet er gewoon echt goed uit. Maar in het water, op de rots? Ja, in het water, op de rots, op het strand, alles. In een boom. Veelbelovend. Erik, toch nog even door over die klucht. Ja. Jij speelt een nieuw toneelstuk. Ja, dat klopt. Stoer? Ja, heel erg leuk. Ik had ooit een gastrolletje in Kinderen Geen Bezwaar. En vandaar hebben ze toen gevraagd of ik mee wilde spelen in een klucht, inderdaad. En het is gewoon heel leuk, omdat je nu zeg maar bij O&M, ja, dat weet je ook, dat dan het moment dat je wat speelt, dan 3 maanden later of zo, ze zeggen mensen, hé, dat was maar eens een leuke scène, waar je dan echt moet nadenken van, welke was dat ook alweer? Ja. En nu krijg je gewoon directe feedback. Mensen vinden het leuk of niet leuk. Een grap is leuk of mensen blijven stil. Dus je moet veel meer werken en je hebt gelijk onwijs intercommunicatie met... Het lijkt mij heel cool, want je zegt zelf, het is en ook nog eens succesvol, want je hebt nog niet eens gespeeld en het is al uitverkocht. Ja, we hebben try-outs gehad dan, hebben we 8 voorstellingen hebben gedraaid en het is zo goed bevallen en theaters zijn achter elkaar raken ze uitverkocht. Dus gaan er nu al 12 extra maken. Dus cool. De flat van Jet, heel cool. Toneel of tv? Gewoon acteren gewoon, vind ik gewoon heel erg leuk. En eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Ik bedoel, ik heb O&M is nu ook al 3,5 jaar. Ja. En het is gewoon fijn dat ik... We gaan het er zo nog over hebben. Straks gaan ze ook nog eens de webcam quiz presenteren, dus ik zie jou zo terug. Ook. Oh, sorry jongens. Ja, die eerst. Scherp. Erik, je gaat in het toneelstuk spelen nogmaals. Wat speel je voor iemand? Ja, ik ben de zoon van een man die... er is een vrouw die heeft een flatje. Zij gaat vreemd daar met iemand. En ik ben de zoon van die man. Maar die vrouw weet dus niet dat die man een kind heeft. En dat hij getrouwd is en alles. En ik loop eigenlijk de boel continu te verzieken. Dat is gewoon, het is eigenlijk gewoon heel erg leuk. Ik mag continu inderdaad iedereen in de maling nemen en een beetje lopen kloten eigenlijk. Mag jij ook zoenen met iemand? Nee. Ja, er is één klein kusmomentje, maar dat is
echt een kusje en echt zoenen is er niet bij. Ik sta wel mijn onderbroek op het toneel, dat wel. Oh, kijk, dat is toch wel heftig. Want nog een webcamvraag van Lisanne. Met welke actrice zou je absoluut niet willen zoenen? Heel kort. Jezus, met welke actrice? Ik zou het echt niet weten. Nee, geen idee. Geen idee. Ik zou het echt niet weten. Met welke actrice zou ik niet willen zoenen? Uit Goede Tijden. Nou, Lieke van Lexmond lijkt me helemaal niks mee te zoenen, trouwens. Je hebt recht. Heb ik toch nog een beetje rivaliteit. Ga maar lekker door, jongens. Morgen in...